vanavond gaan we goed afronden openen op de Wintermarkt. En ja, Sylvana Simons komt zo meteen hier. En die zal de eerste goed afronden doen. Goedenavond, mag ik een warme chocolade melk alsjeblieft? Maar natuurlijk. Dat is dan 2,45 euro. En wilt u daarbij goed afronden? Jazeker. Kijk. Dus dan wordt het 2,50 euro. Dan wordt het 2,50 euro. De bedoeling is om goed af te ronden, dus op centen naar boven af te ronden. En dat betekent dat je bij één transactie misschien 2, 3, hooguit 5 cent doneert. Dat is een bedrag dat we allemaal wel kunnen missen op enig moment. Maar die, al die kleine beetjes samen, die gaan natuurlijk een fantastisch bedrag opleveren. En dat komt ten goede aan 17 goede doelen in Nederland. Stel dat we bij alle kassentransacties die er in Nederland plaatsvinden op jaarbasis 2 eurocent zouden doneren, dan halen we samen meer dan 100 miljoen euro op voor het goede doel. Ja, ik vind het een heel goed initiatief, want alle kleine beetjes helpen. En veel geld geven, dat willen de mensen tegenwoordig niet meer. Maar de afronden van een klein bedrag is een perfecte oplossing. Ik vind het een heel erg mooi initiatief. En eigenlijk ook een heel logisch initiatief. Het was raar dat het niet langer was. Want ik denk dat iedereen die eigenlijk 3,48 moet betalen, die 2 extra best kan missen. En dat gaat prima 3,50 van kan maken. Als je kijkt naar de enthousiaste reacties nu, na de eerste keer, dan denk je van nou, dat moet miljoenen vervolgen gaan krijgen de komende tijd. En in welke winkels kunnen we dat gaan doen? Op dit moment maken we nog niet bekend welke winkels dat zullen zijn. Dat zijn een aantal mooie grote ketens in Nederland. Op 2 januari maken we officieel bekend welke winkels dat zullen zijn.